Hallo kijkers van Double Dutch Chaos. We gaan gewoon een hele andere aflevering doen. Zoals gepland. Je denkt, dit is Minecraft. Nee, dat is het niet. Het is Tagged. Oftewel, techniek. Techniek. Het woord zegt het al. Je gaat iets met techniek doen. Het is anders dan Minecraft. Heel anders. Ik laat jullie vandaag zien. How to use Buildcraft Query. En ja, ik heb al even een beginnetje gemaakt voor het pakken. Wow, een beetje, ja. Hoe we dit nou gaan aanpakken? Nou, ik kan er natuurlijk, dit zijn eigenlijk wel alle ingrediënten, behalve deze, weet ik veel. En dus we gaan gewoon even hiermee verder. Wil je natuurlijk ook Tagged downloaden? Dan kan dat. Ga naar Tagged. Technicpack.net. Staat ook in de descriptions. En dit is het begin. Wacht even de zon. Ja, ik ben creative. Dat is altijd even makkelijk om dit te laten zien. Oké, laten we snel aan de gang gaan. Soms heb ik een beetje lag, sorry mensen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus je maakt 7 van die houtjes. Houtjes, sticks, wat dan. Dan die. Mijn ding zit wel een heel klein beetje vol. Ik drop dit even. Wacht. Rup. Fuck, kan natuurlijk niet. Dom van me. Nou, maakt ook allemaal niet uit. Jongen. Oh, wacht, ik doe nu al helemaal verkeerd. Je pakt dus cobblestone en je gaat hier omheen. Doe je nog even 5 keer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En dat was 4 en die ook. Nou. Hoe verder? Dat doen we dus zo. En dan hebben we er 3 van nodig. Zeg ik dat goed? Zeg ik dat wel heel erg goed? Eigenlijk heb je helemaal geen 64 nodig als je survival bent. Het is gewoon meer voor mijn best wil. Zo. 1, 2. Nou. Oké, hij zit nu al erg bomvol. Maar dat maakt niet uit. Ik had er nog een paar nodig. Shit. Fuck. Ik ben het gewoon kwijt. Wacht. Ik had even iets verkeerds gedaan. Sorry mensen, sorry. We maken er wel wat extra. Ik deed helemaal fout. Ik zat even te twijfelen. En twijfels mogen niet voorkomen. Nou ja, deze maken we dan ook wel helemaal op. Dat is geen probleem, meneer. Dan doen we. Doen we goud. En dan 3. Zo. Ja, zo gaat het weer goed. Ik voel het. Ja, hier, en dan krijgen we van deze dingetjes heel erg leuk. Dus dan plaats je deze hier naartoe. En die daarboven. En ja, eigenlijk maakt het niet uit. Gewoon 1. 1 zo'n ding. De iron plaats je erin. En dan pak je een diamond pickaxe. En dan heb je hem gemaakt. Zo, dat duurde lang. Ja, dat duurde hartstikke lang. Oké, nou, je hebt dus van die landmarkets nodig. En dan doe je dus, maakt niet uit hoeveel je er wil. Je hebt er wel, oh. Lol, ik heb meteen 64, dat hoeft eigenlijk niet. Wat gaan we nu doen? We pakken die en wacht, deze gaan we wel even droppen, want dan hebben we meer plaats. Rup. Oké. Dan pakken we deze. Bam. En kletskebam. Oké. Plaats je hierheen. Ik heb het allemaal zo in zo'n vierkantje gedaan. Want het moet 20 bij 20 zijn. Ja, 20 bij 20.
Ik weet niet of hij het, als je 30 bij 30 doet, dat hij dan ook nog doet. Ik zal het niet weten. Maar ik heb het zo gezien en ik doe dat ook natuurlijk gewoon zo. Hoppala, dan doe je rechtermuis nog op deze. Zo. En dan heb je dit hele mooie stuk. Het zit natuurlijk allemaal plantjes in. Daarom geeft hij een rood signaal. Een rood signaal, dat betekent dat hij error geeft. En ja, errors zijn gewoon kut. Zwaar overdreven. Ja, een plantje. Ja. Oh. Goed. Hij kan dan wel rood branden, maar ik ga hem wel plaatsen. Hier, bam! Nou ja, ook al... Nou ja, boeien. Maakt niet uit. Nou, deze haal je dan weg, de landmarkers. En dan pak je ze allemaal even op. Gewoon voor de fun. Voor de fun. Dan heb je dit dus gemaakt. En dan moeten we nog iets maken. Ja. Dan gaan we precies hetzelfde weer doen. Even kijken hoeveel hebben we er nodig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat zijn de 8, Demi. Heel goed, Demi. We splitsen hem wel even op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, ja, we hebben er 7. Oké, okay, go. Nou, dan gaan we de cobblestone eromheen doen. En ja, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 1, 2, 3, 4. Hebben we hier ook 7 van. Hey, dat schiet lekker op, hè. En dan doen we dus die. Zo. Ja, dan hebben we... Oké. Hebben we glas nodig. En dan, ja. Ja. Dan doen we dus hier cobblestone. En dan hebben we dus een steam engine. Steam engine, dat is echt zwaar cool. En waarom wordt het nu in één keer donker? Hè? Ik ben hier gewoon even aan het opnemen. Maken, nou, in Creative kan je natuurlijk oneindig veel maken. Tot helemaal hier aan toe. En tot helemaal daar aan toe. Het maakt allemaal niet uit. Hoe langer, hoe sneller. Dus dat is wel heel chillaxed. En ja, dan gaat hij ook sneller werken. Dus ik doe er even 6. 6 maken. En dan doen we even de lever. Je zet hem aan met de lever. En dat doen we dan ook. Ja, dat doen we dan ook. Gewoon. Als het er staat, dan moet het. Oh nee, wacht. Hij werkt natuurlijk nog niet. Nou, die kunnen we allemaal weer wegdoen. Dat hebben we niet meer echt nodig. Die daar. Die daar. Die daar. En dan hebben we er nog 3x64 nodig. En dan doen we dat zo. Zo. Ja, creative is ook zo makkelijk, hè. Om gewoon even zo te laten showen. Even kijken. Hij doet het nu. Oh, ik sloeg er één over. Oké, okay. Hij is nu vrij hard aan het werken. En dan zie je hem ook hier zo. Wacht. Nu moet je even wachten hierop. En ja. We wachten. Wacht. We gaan alvast even de andere. Want hier heb je ook een witte van. En die is helemaal overpowered. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké, hebben we hier weer 7 van. Doen we echt precies hetzelfde wat we al de hele tijd doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, god, Demi toch. Ik faal enorm. Oké, shit, daar had ik er nog. Oh my god, ik ben er, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Nou, eigenlijk maakt het ook helemaal niet uit hoeveel je er maakt. Je hebt er eigenlijk maar 2 hiervoor nodig. Maakt niet uit. dan doe je die zo, daar zo. Dit zo en dat zo. Ja, maar we hebben natuurlijk nog... Net zoals de andere keer doe je ook precies hetzelfde. Je hebt 1 glas nodig. Hé, hey, wat was dat?
En één glas en een piston. Ik ben er al te ver naar gescrolld. En dan pakken we die. Zet je hier. En hier. 1, 2, 3. Dan pak je de Iron Gear. En dan heb je deze. Zo. Dus dan plaats je hier deze hier ook even naast toe. En dan pak je even een lever. Die heb ik daar nog. Hey. Wauw, jong. Je kijkt hoe overpowered die al werkt, jong. Ja, dat gaat snel. Oké. Okay. Doe je hier wat olie in. Doe hier wat olie in. Hier wat, ook nog wat water. Om lekker te pompen. What the fuck. Oké. Dus nu hebben we hem eigenlijk allemaal. Hij werkt als een vlaatje van een cent. En ja. Totdat dit af is. Als dit zometeen helemaal vol is met al die buizen. Dan zijn we zometeen weer bij jullie terug. Het ging een beetje fout. Ik wilde even van deze buizen pakken. En toen in één keer vloog het al het spul uit. Je moet nu heel snel met buizen werken. Ik wilde eigenlijk eerst... Ik dacht dat het hartstikke lang nog ging duren. Dat deed het dus niet. Oké, troll. Oh shit. Ik moet even snel zijn. Fuck. No, 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 no. Oké. Shit. Oké. We hebben hem alvast. Hey, waarom is het hier zo donker de hele tijd? Wordt het licht. Hier, kijk. En de zuiger, die staat er. Ja, hij werkt gewoon hard. Goed, jong. En het is hoe langer je deze maakt, hoe sneller hij werkt. Nou, eigenlijk is dat niet helemaal zo. Want de eerste drie, vier van deze, die werken altijd het hardst. En de achterste, die gaat dan hartstikke slow nog. Die werkt dan niet helemaal mee. En ja, dan loopt het gewoon allemaal door deze pijpen. Wat gewoon hartstikke awesome is. Ik wilde even een huisje bouwen. Dus dat doen we dan ook even. Nou, oké, jongens, ik check jullie later.